Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video op kanaal Ethical Gains. Mijn naam is Timo. En dit is een hele leuke kerstspecial. Misschien zie je het al aan mijn trui, misschien heb je het al gezien aan de titel. Maar we gaan namelijk vandaag een kerstnagerecht maken, tiramisu. Maar dan helemaal vegan. Dus ik zou je willen vragen om alvast op de like te drukken. Zou je mij echt super erg mee helpen. Deel mijn video ook als je me uiteindelijk leuk hebt gevonden, leerzaam hebt gevonden. En laten we gelijk beginnen met de video. Can't hold back your light and expect to win. Gotta go harder. Oh, you've gotta learn. Don't suppress your fire, baby, let it burn. Be who you are. Nobody can take that away from you. Oh, straight from the heart. No playing games. You gotta be true, true, true. Ja, dus laten we gelijk beginnen. Ik heb hier alle benodigdheden al staan. Ik heb de laptop met het stappenplan, want het recept is van de Allerhande, van de Albert Heijn. Ja, dus wat we nodig hebben, heb ik hier al achter me staan. Vegan kokosjoghurt, suiker, eigenlijk was het kokosbloemsuiker. Hadden ze alleen niet in de winkel, dus ik heb gewoon een suiker. Hopelijk gaat het gewoon allemaal goed komen. Kikkererwten, daarvan gebruiken we alleen de kikkererwtensap. De kikkererwten zelf gaan we gewoon bewaren in de koelkast. Een heel pak theebesqueeze. Cacao poeder voor er bovenop te strooien. Cacao nips. Ja, dat zijn gewoon van die kleine stukjes cacao. Dus 100% cacao. Wat er nog meer doorheen gaat is espresso. Die gaan we gelijk even aanzetten, want dat duurt wat langer om te laten afkoelen. 100 ml espresso. Ik heb hier 8 glazen alvast staan, waar we de tiramisu in gaan doen. Wat hebben we nog meer nodig? Espresso, biologische kikkererwten in pot, suiker, kokosjoghurt, theebesqueeze. Oh ja, en er zou eigenlijk ook nog amaretto in moeten. Maar zoals jullie misschien weten, misschien niet weten, ik ben niet zo'n fan van alcohol. Dus laten we gelijk beginnen. Nou, gelijk de espresso zetten we gelijk aan. Ik begrijp hier nooit zo heel veel van, maar laten we gewoon op 2... en 2 zetten, kijken hoeveel. Want we moeten 100 milliliter hebben. Ondertussen kunnen we hier verder gaan. Nou, de espresso is ondertussen klaar. Nou, 100 milliliter is nog lang niet, dus we zetten er gelijk even een paar bij. Ik denk zo. En dit recept is dus ideaal om lekker te maken bij kerst als nagerecht. Want het zal waarschijnlijk super lekker zijn en totaal vegan. Dus dat is een manier om je familie of de mensen waarmee je eet te veganizen. Zodat ze vegan eten gaan proberen en denken van nou, dat is heel erg lekker. En je kan dus ook super lekker eten, ook met kerst, zonder daar een ander dier mee te vermoorden. Wat je bijvoorbeeld met zuiveltiramisu, waar ei wordt ingebruikt, melk wordt ingebruikt. Want met normale tiramisu, waar dierlijke producten voor worden gebruikt, daar benader je dus een ander dier mee. Aangezien in de zuivelindustrie worden de dieren vermoord, kalfjes, als de mannelijke kalfjes, wordt die gelijk doodgemaakt. Een koe wordt steeds maar weer zwanger gemaakt en het kind wordt gelijk afgenomen na de geboorte, want anders drinkt die de melk op die in die tiramisu anders zou moeten. Dus laat zien hoe makkelijk, hoe lekker het eten als vegan kan zijn. Zodat andere mensen ook over veganisme gaan nadenken en bedenken van hey, wat ik nu aan het doen ben, kan eigenlijk totaal niet. Want het is moreel gezien totaal niet goed te praten wat we doen met de dieren. Omdat het dus onnodig is, omdat we al die producten niet nodig hebben voor onze gezondheid. Inderdaad, gezondheid. En om goed te presteren. Goed te presteren, inderdaad. Dus laten we de kikkererwtensap, terwijl de espresso iets minder dan 100 milliliter, maar ja, dat is helemaal prima. Nou. En kijk, dat hebben we daaronder. Het heet trouwens aquafaba of zoiets. Aquafaba. En deze zetten we trouwens gelijk even in de koelkast, want dan koelt hij sneller af. Alsof het daar gemaakt voor is. Zo, de kikkererwten gaan ook in de koelkast om te bewaren. Dan moeten we deze gaan mixen, de aquafaba. Die. Ondertussen weeg ik even de suiker af, want ik moet 70 gram suiker erin doen. Of suiker. Want dan moeten we er straks doorheen gooien als we aan het mixen zijn. Yes. Dus dan gaan we even mixen totdat dit stijf is geworden. Ik heb dit trouwens nog nooit gedaan. Nou, het is nou al een hele andere textuur. Ja, vet. Cool. Gaaf. Wat een wonderspul. Het is helemaal dik. Dus nu moeten we, terwijl we aan het kloppen zijn of aan het mixen, gooien we de suiker erbij. Nu
Zo. Nou, ik ben echt zo ongelooflijk benieuwd hoe dit zelfs al smaakt, want ik heb dit echt nog nooit gezien. Ik heb nog nooit iets gemaakt met dat aquafaba. Het is helemaal romig of zo. Het smaakt een beetje naar merengue of zo. Echt super lekker, alleen dit al. Dan moeten we de kokosyoghurt, heel dit bakje, 300 gram, moeten we er doorheen spatelen. Dus dan hebben we de mixer niet meer nodig. En dan gaan we dit er doorheen spatelen. Nu moeten we zo meteen even een apart bord maken met de koekjes en de espresso. En wat er dan tussen komt. En als je ondertussen nog leuke... Nee, kut. En laat even in de reacties weten welke kerstgerechten jij hebt gemaakt dit jaar. Of gaat maken, wat vegan is. En laat gelijk even een recept achter, want dan weet ik dat voor volgende kerst of het bevallen is, dit en dat. Dat zou ik echt super leuk vinden, dus vergeet dat niet in de reacties achter te laten. Maar wij gaan gelijk even doen met de koekjes. Er staat verkruimelde koekjes in een diep bord van 1 centimeter. Nou, ik heb niet zo'n groot diep bord, dus we doen het in deze kom. Hopelijk is dat niet erg. Verkruimelde koekjes, mengde espresso, amaretto en cacao nips. Heel dit pak. En de cacao nips, 20 gram. Dus dat gaan we even doen. Het andere schaaltje was waarschijnlijk te klein, dus ik heb even een wat grotere gepakt. 21 gram zelfs, dus misschien is het recept verpest, maar daar komen we vanzelf achter. De koffie, de espresso, hij is nog warm, verdikken me. Dan zit er maar één ding op en dan doen we hem namelijk in de vriezer. Dan gaan we ondertussen maar gewoon even lekker roeren. Even een snelle taste test. Heel erg lekker. Ja. Echt lekker. We gaan deze trouwens alvast verkruimelen. Ik hoop alleen dat 100 ml espresso wel genoeg is. Ik heb er helemaal rode hand van gekregen. Ik weet niet of het te grote stukken zijn. We gaan even kijken of de espresso al koud is. Nee, hij is nog niet koud. Maar als ik één keer zo doe. Nou, hij is koud. Nou, dan pakken we weer het recept erbij. Maar daarvoor pakken we een grotere lepel. En dan gaan we een beetje mixen. Ik denk dat het een mini beetje te weinig is. Dus ik ga er gewoon even eentje bij zetten. Omdat er natuurlijk normaal gesproken ook die amaretto, wat ook vocht is, doorheen zit. Dus nu is het nog een beetje droog. Kijk maar. Dus ik zet er even eentje bij, dan doe ik die er gewoon warm doorheen. Er moet geen kwaad kunnen. En anders doet het wel kwaad. En dat lijkt me gewoon echt niet fijn. Is dat een leuke video, jongens? Dan moet je even een duimpje omhoog laten, ja. Daar ben ik echt super blij mee. Terwijl ik hier een beetje in mijn kersttrui. Op een dinsdagmiddag nep staat te huilen tegen een camera. Cool. Vet. Zo. En dan gaan we hem afmaken. Dus zetten we hier even de glazen neer. De bedoeling is eerst de soort room. Dan koekjes, dan room, dan koekjes en dan room. Dus dat is het idee. Hier wordt mijn inschattingsvermogen wel enorm getest, omdat ik... Om dit goed uit te laten komen, dat er precies 1/3 allemaal, dat vind ik erg lastig. Maar dat gaan we meemaken. Beginnen we maar gewoon met 2 schepjes of zo. Dan een laagje koekjes. Dan gaat er weer een laagje koekjes. Heel secuur werk. Cacao poeder eroverheen. Zo. Dit is uiteindelijk het slagveld geworden. Koek, alles is ernaast.
En maar 6 porties in plaats van 8, wat er eigenlijk stond. Maar dit zijn ook wel grotere glazen. Dus het enige wat er nou nog te doen staat, is het proeven. Dus dat gaan we nou gelijk doen. Dus, nee, wacht, zo. Dat is best vet, toch? Ja, dus dat gaan we doen, ja? Ja, dus dan hoeven we nou alleen nog maar eventjes te proeven. Ze zijn wat minder goed gelukt qua hoe ze eruit zien, vind ik zelf. Kijk maar als je zo kijkt. Misschien, ja, ik heb ook betere filmpjes net gemaakt, maar... maar hopelijk smaakt hij wel super goed. Ik ga eventjes deze pakken, de kleinste. Dan zetten we deze even weg, boem. Ja, en dan ben ik echt super benieuwd. Hij is lekker. Dat vooropgesteld. Ik vind het niet echt tiramisu. Ik denk dat ik de koekjes fijner had moeten maken. En ik denk dat ik de aquafaba, of dat vocht bij de kikkererwten, langer had moeten kloppen. Maar het is wel lekker. En op zich is dat het belangrijkste. Alleen, ja, er zit dus zeker verbetering voor de volgende keer. Maar nu ga ik ze alle 6 even snel opeten. Want ik heb ook nog haast en ik moet de bus halen. Dus ik moet even snel eten. Nee, tuurlijk niet. Wat een goede grap. Je zei eerst dat je moest opschieten en ze daarom alle 6 zou opeten. Omdat je de bus zou moeten halen. Maar nu zeg je dat je helemaal niet de bus... Oh jongen, toch. Oh, waarom ben je zo fucking hilarisch? Voordat ik hem inderdaad helemaal opeet, wil ik even zeggen... het recept staat in de... Godverdomme. Voordat ik hem helemaal opeet, het recept staat in de beschrijving. Maak hem zelf een keer, stuur hem naar mij op Insta, Timo_Kools. Zou ik echt super erg leuk, of zou ik super leuk vinden om te kijken of die bij jullie wel gaat lukken. Vond je de video leuk, zou ik het echt super erg waarderen als je deze video met 1 iemand deelt, of met 2 iemanden, of met 10 iemanden. Dat zou ik echt super leuk vinden. Vergeet niet op de like te drukken, helpt mij ook heel erg mee. Reageer nieuwe recepten, nieuwe onderwerpen, vegan gerelateerd, fitness gerelateerd, of zelfverbeteringsgerelateerde video's. Want dan ga ik er samen met jullie voor zorgen dat het stereotype geitenwollen sokken bij veganisme helemaal weggaat. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal @GoGains, dat waardeer ik ook heel erg. En dan zie ik je in de volgende video, dus bedankt voor het kijken. Poppin' on the west side, cause it's where I stay. I just made it that.